Het is lastig. Want Drenthe valt met geen woorden te beschrijven. Ons Noordelingen, daar plak je niet zomaar een sticker op. Wij Drenthe zijn beschaafd, vooruitstrevend en vooral heel nuchter. En dat ziet men terug in het mooie stukje aarde dat wij Drenthe mogen noemen. En waarom dit stukje aarde dan zo mooi is? Nou, dames en heren, omdat Drenthe meer bomen dan inwoners heeft. Daarnaast hebben wij een cultuur die veel verder gaat dan hunebedden en plaghutten. Wat overigens wel bewijst dat men vroeger al wist dat dit de beste plek is om te wonen. We hebben hier ook vooruitstrevende musea en belangrijke herinneringen uit de zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ons land. Kamp Westerbork. Opdat wij deze grimmige tijden nooit zullen vergeten. Drenthe is mooi. Dat is duidelijk. Daarom hoef ik ook niet te benadrukken dat iedereen voor zijn 18e Drenthe gezien moet hebben. Het is namelijk al wel algemeen bekend bij deze leeftijdsgroep dat Drenthe een heerlijk oord is. Kijk maar naar de immigratiecijfers van jonge ouders. Steeds meer kersverse papa's en mama's komen in Drenthe wonen. En als u ons Drenthe nog steeds maar een boers volkje vindt, dan kunt u net zo goed met de trein naar Groningen.